Ja, en dat is allemaal heel spannend. Een nieuw bestuur, uitgebreid, dus voor iedereen een uitdaging om er wat moois van te maken en te continueren wat onze voorgangers eigenlijk hebben gerealiseerd. Ja, vanaf kleins af aan vieren wij al carnaval thuis. En vroeger hadden we ook nog de 10e carnaval, daar ging ik ook heen. Ik ben een paar jaartjes tussenuit geweest en toen werd mijn zoon lid van de jeugdraad. Nou ja, en dan ga je eigenlijk mee met alle uitjes, je wordt zelf ook lid. En vorig jaar ben ik gevraagd voor de jeugdcommissie. Alleen ja, ik werd weggekaapt door de prins. Ik ben inderdaad lid van de Damsobbers al een aantal jaren. En die jongens die hadden me al een aantal keer gevraagd voor de Raad van Elf. En dan zei ik ook, nou joh, nee, dat is niks voor mij. Maar uiteindelijk heb ik toch maar zijn stoute schoenen aangedaan en een mooi pak gekocht. En toen zei ik, hier ben ik. Ja, toen kwam 5 september het telefoontje van John, onze voorzitter. Hij zegt, ik ben op zoek naar een prins. Ik zeg, nou, en dan kom je bij mij terecht. Ja. Ik zeg, nou, dan moet ik toch nog even een nachtje over slapen. Ik wil wel zeggen, ik heb die nacht niet veel geslapen. Maar ik heb 's ochtends toch vroeg gebeld en volmondig ja gezegd. De vos die kreeg problemen, kon de tijd die zingen niet. Kreeg een bultje op zijn stem, maar waar vandaan dat weet ik niet. Dus toen ging die sms'en, had die zo onder de knie. Dat kan best een tijd gaan duren, ja toch wel zo'n maand of drie. Hij kan niet. Een heel mooi initiatief dit jaar was onze Leidschendamse voetbalvereniging RKVV. Die een veiling opgezet had en... Ja, 10% van de opbrengst kwam ook weer ten goede aan onze doelen. Dus onze gehandicapten die hebben zondag een prachtig feest, zondag aanstaande in Pits en Put. Ook dankzij de opbrengst van RKVV. Wat baasje is, ja, de ondersteuning van de prins. En je gaat met alles mee, het visitekaartje van de vereniging. En... Nee, je kan je daar niet voor opgeven. Je krijgt een telefoontje, kreeg ik. En... Er werd gevraagd, ben jij de volgende dag thuis? En dan kwam de opperkam bij mij langs. En die vroeg als ik paarse wilde worden. En ja, dat thema, het kan nog gekker. Ik denk, ja, waarvoor niet? Ja, dat is traditie van de Damsobbers. Dat is al vanaf de eerste prins is dat een traditie. En die houden we erin ook. Dat hoort erbij. Op het moment dat je zegt ja voor de prins, dan weet je dat je het water in gaat. Ze gaan straks met het hoofd en al het water in. De prins en de page. Ken je ze? Ja, het is mijn oom, de prins. Okay. Dus wij zijn hier met onze hele familiedelegatie om de prins aan te moedigen. Aan te moedigen en een klein beetje uit te lachen. Ook een klein beetje. En het is goed surprise materiaal voor 5 december weer. Dus. Kijk, kijk, kijk. Nou, veel plezier, dankjewel. Hè. Ja, dankjewel. Zachtjes lekker door. De tijd maken we in de avonduren, de weekenden. Helaas, ja, in mijn werk. Ik ben docent binnenvaartkunde op een mbo. Dus ik moet er gewoon zijn voor mijn leerlingen. En ja, 's avonds en in de weekenden ben ik er voor de vereniging. Ik ben zwemonderwijzeres in het zwembad De Fluit. En ja, zowaar vallen alle carnavalswerkzaamheden, nou ja, werkzaamheden, feesten. Ja, dat is dit jaar heel goed te combineren. Ik doe natuurlijk een hoop in de avonduren. En ook wel in de weekenden. Ik werk wel weekenden, maar toevallig niet de weekenden van onze carnavalsfeesten.
Ja, dus we hebben de blaasbalgen, we hebben de zwiebels, we hebben daar allemaal goede contacten mee en we hebben daar fantastische feesten mee. En hoe word je opper bij de blaasbalgen? Nou, je komt eigenlijk uit het instrumenthok lopen en je bent het. Het is gewoon spontaan. De beste wordt opper. Nou, de beste ben ik. Dus. Maar ja, goed, dan hebben we ook nog de prins. Ja, prins Breekie Breek, de eerste. En hij zegt de opper is de beste, maar... Nou ja, we zijn een goed ingespeeld team samen. Maar wat is jullie functie binnen het carnaval bij de blaasbalgen? Ja, voorop lopen in de Polonaise. En proberen de gezelligheid erin te houden. En jullie zeiden meteen ja toen ze het vroegen? Je hebt geen keus. Het is, je wordt een soort gedwongen. Dus er is geen mogelijkheid tot nee zeggen. Ik ga 1 maart word ik natuurlijk wakker. En dan ga ik zorgen dat ik met mijn hele gezin richting de praalwagens ga. Want mijn kinderen die zitten inderdaad ook in de jeugd. Ja, die moeten natuurlijk ook aangekleed worden. En ik ga het niet al die druk bij mijn vrouw leggen. Dus dat doen we samen. En van daaruit gaan we een bakje drinken, de kinderen op de kar zetten en dan gaan we lopende naar het gemeentehuis. En vervolgens gaan we de kar op daarna. Op de Damlaan aangekomen, ja, dat is altijd het mooiste, want daar staan drommen met mensen. Voorbereiding, inderdaad. We kijken naar alle voorgaande jaren. Het zijn allemaal leermomenten geweest. Je probeert steeds te verbeteren, het aantrekkelijk te houden voor de mensen. Vorig jaar zijn we dan gestart met een feestje op het plein, afloop van de optocht eigenlijk. De optocht was ook anders vorig jaar, meer lopende mensen. Dus onze doelgroep is niet de grote auto's, maar dus ja, de jeugd en ja, ook de ouderen die mee willen lopen, die zijn welkom. Een beetje lilliputters, hè? Want kijk, wij behoren natuurlijk zo te zijn. En dan is de combi natuurlijk wel goed. Wij zijn gewoon een stelletje, ja, lilliputters. En jullie zijn de vrouwen van, of hoe moet ik dat zien? Ja, van de raad. Oh, oh, Den Haag, mooie stad, achter de duinen. De Schilderswijk, de lange poten. Mag ik aan de buik zitten? Ja, dat mag je. 9 maanden? Ja, hij schopt ook, wacht. Ga er maar door, jongen. Maar je hebt net meegelopen in de optocht? Ja. En hoe is het gegaan? Hoe was het? Ja, het is zwaar. Nee, ik moet zeggen, ik heb medelijden met zwangere vrouwen. Ja, nou ja, dan gaat veranderd Leidschendam veranderd in Zwabberdam. En dan is prins Eduardus... En niks aantal dagen eigenlijk de burgemeester van Leidschendam. Lopen samen zingen, hey ja, hey ja, hola. Klatsen op de palsen, hey ja, hey ja, hola. Door de zon komt springen. We hadden vorig jaar toch een beetje, het kwam ook door het weer, dat het heel koud was en dat je, ja, het lukt je niet om de mensen lang vast te houden. En dat begrijp ik ook. Als je daar aan de sluis hebt gestaan, je hebt gekeken naar die plechtigheid van die doop en dan na 2 uur dan is het niet zo leuk meer. Zeker niet als het dan nog gaat sneeuwen. Dus. Ik geef les van jong tot oud, van baby tot de oudste is boven de 90 bij ons. En dat is van zwemmen ABC tot aqua robics tot aqua jokken tot fit en vitaal met baby's zwemmen, toezicht houden, eigenlijk alles. Alles wat je kan bedenken. Nou, naast de jeugd hebben we natuurlijk ook nog de tussendoortjes. Dat is een hele enthousiaste groep met jonge jongens en meisjes. En dat is van de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. En dat is eigenlijk ontstaan na de jeugd voor die doelgroep niks was. Dus die hebben we gebombardeerd als tussendoortjes. En de tussendoortjes is al de eerste van de tussendoortjes die dus het hele traject mee heeft gelopen in de jeugdraad. Vervolgens tussendoortjes geworden en gelijk vanuit de tussendoortjes toegetreden is bij de Raad van Elf. En dat is de zoon van de page, Jelle. Complimenten voor de bouwploeg. Dat is eigenlijk het hart van de vereniging. Dat is een hele enthousiaste groep
ja, mensen, zowel ja, de mannen uiteraard, nog wat mensen die eromheen hangen, of omheen hangen, die ook altijd erbij betrokken zijn. Onze jeugd, die doen ook mee, want ja, de tussendoortjes hebben een wagen. De jeugdleden die mogen een keer komen om het een en ander daar aan mee te werken. EHC is zo leuk. Omdat het gewoon te gek is. en omdat het een hele leuke, gezellige. Ja, super gezellige, leuke handbalclub is. En ze organiseren heel veel leuke dingen. Maar nu ook, dus met de carnaval. Ja. Ja. Doen jullie op EHC zelf ook nog wat aan carnaval? Nee. Jullie zijn gisteren in Wassenaar geweest? Ja, klopt. We zijn lekker in het stadhuis geweest daar. Daar hebben we de boel helemaal op de stelte gezet. Burgemeester helemaal fan geworden van ons. En ja, nu bij Damsommers in Zwarberdam. En ja, hier gaat het feest gewoon verder voor ons. Beneden de rivier, is het anders dan hier? Nou, ik denk dat het carnaval vieren niet heel erg anders is. Voor ons is het anders omdat er niet zoveel bekenden zijn. Dus dan ben je echt met de club en met allemaal nieuwe mensen. Dus we hopen onze onderscheiding nog een paar keer daar uit te kunnen delen. En dan gaan we er een mooi feest van maken. Ja, wij zijn uiteraard natuurlijk heel erg blij met alle sponsoring. Daardoor kunnen wij onze ouderen, gehandicapten en de kinderen ja, van een fantastisch feest voorzien. En ik hoop ook voor de toekomst dat onze samenwerking met de sponsors ja, gewaarborgd blijft. Zakjes lekker door, zakjes lekker door.